Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de Inkpad setjes van Decotime uittesten. Misschien denk je, hey, je hebt al een keer zo'n video gemaakt. Dat klopt, ik heb al een keer van de eerste reeks hier een video gemaakt. En toen ik liet zien dat ik de nieuwe setjes had gekocht in een van mijn Action shoplogs, kwam er toch wel de vraag of ik van deze nieuwe setjes ook weer een video wilde opnemen. Dus dat ga ik doen. Dus we gaan in deze video de setjes eventjes bekijken. Ik wil ook even vergelijken of de inktkleuren echt anders zijn dan in de andere setjes. En ik ga jullie laten zien wat jullie met deze inkt allemaal kunnen doen. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze video, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee. Deze inktsetjes die komen bij de Action vandaan en kosten €2,49 per stuk. En daarvoor krijg je 12 inkpadjes. Sommige mensen vinden wel dat ze heel snel leeg zijn. Dat ligt er natuurlijk ook aan hoe vaak je ze gebruikt. Ik heb hier een setje met wat diverse kleuren. Je ziet wat blauw tinten, maar ook wat paars tinten en wat grijs tinten erin zitten. Dus dat is allereerst dit setje. De doosjes zijn ook anders, want de andere setjes hadden echt andere doosjes. Dan heb ik deze met leuke tulpjes erop. Hier zitten ook wel weer wat paars tinten in, wat rood, oranje, wat donkere tinten. Echt wel heel erg leuk. Het zijn echt de vervolgsetjes op de vorige reeks, want de nummering gaat echt verder waar de vorige reeks stopte. Dan heb ik deze. Hier zitten wat groen tinten in, ook weer wat oranje, maar ook wat geel. Het is echt heel divers. Hier staan dan weer leuke blaadjes op. Op de achterkant staat eigenlijk niet heel veel interessante informatie. Ik weet niet of de achterkant nog anders is als de eerdere setjes. En we hebben nog een groen setje. Er zijn dan in totaal 4 nieuwe setjes. En hier zitten ook weer wat groen en bruin tinten in. Deze setjes die zijn altijd op waterbasis, waardoor je er ook mee kunt verven. Ik heb het al wel vaker laten zien in een video, maar misschien als je nieuw bent op mijn kanaal en dit nog nooit hebt gezien, ga ik ook laten zien hoe je hier dus mee kunt schilderen. Ik wil ook eigenlijk eventjes gaan kijken van, zitten er gelijke kleuren in oude setjes en zijn de kleuren ook echt anders. Dus hoog tijd om dat eventjes te gaan proberen. Ik heb een plekje aan tafel weer even ingenomen en ik ga gewoon eerst eens even een setje openmaken, ook om te kijken van hoe zit dat er aan de binnenkant in. Het is heel fijn, ze zitten altijd heel erg goed verpakt. Hier zit een sticker op en dan moet ik even kijken. Dat was op het vorige doosje, zaten geen stickers, dus deze zitten wat dat betreft weer iets makkelijker dicht. Want ja, als het niet dicht zit, heb je toch altijd weer het gevoel dat mensen er bijvoorbeeld eentje uit zouden kunnen halen. Ik zie wel dat de setjes er anders in zitten. Als je nu schuin houdt, zou je ze heel makkelijk kunnen gaan laten vallen. Want dat zat toch bij het andere setje anders. Ik heb hier een setje uit de andere reeks. En hier zat een stukje plastic in waar die precies in paste. Dus de setjes de petjes konden niet gaan lopen. En als je hier er eentje uit gaat halen uit het nieuwe setje, dan weet ik gewoon dat alles schuin gaat lopen. Dus dat is misschien iets wat ze nu veranderd hebben, maar dat zal ook te maken hebben dat ze geen plastic meer mogen gebruiken bijna. Ik heb hier een groen setje en ik heb hier ook wat groene kleuren. Dan wil ik dus eigenlijk even kijken. Ik heb hier 2 kleuren waarvan ik denk die lijken wel op elkaar. Ik heb hier de Exotic Plant. Die komt uit het nieuwe setje. Exotic Plant. Maar dan heb ik hier bijvoorbeeld uit het... Nee, die is te donker. Ik dacht eigenlijk dat er eentje had die er wel een beetje op leek. Hij lijkt erop, maar het is het nog net niet. Deze komt wel aardig overeen. Dan heb ik hier de kleur 48 en dit is Pastel Green. Die komt dan uit het eerdere setje. En dan wil ik gewoon eens eventjes gaan kijken of deze kleuren op elkaar lijken. Of dat je gewoon echt wel verschil ziet. We gaan eerst eventjes de Exotic Plant doen. Die komt dan uit het vernieuwde setje. Zo. En dan ga ik daarnaast eventjes die Pastel Green doen. Deze, om te kijken of dat er dus daadwerkelijk kleurverschil in zit. Of dat het heel erg op elkaar lijkt. Oeh, ik vind deze twee wel heel veel van elkaar weg hebben, als ik heel eerlijk ben. Ik vind deze wel heel erg op elkaar lijken. Kijk, dit is het. Deze komt uit het vernieuwde setje en deze komt dus uit het eerder uitgebrachte setje. En dan vind ik toch wel dat je best wel wat overeenkomst ziet. De nieuwe is misschien iets intenser, maar het heeft best wel wat van elkaar weg. Nou ga ik dat nog een keer doen met eentje uit het blauwe setje. Even kijken of ik daar ook twee kleurtjes heb waarvan ik denk die lijken wel heel erg op elkaar. Het is natuurlijk niet heel erg, maar ja, het is misschien wel dat je denkt van, oh, ja, is het dan de moeite waard om ook de nieuwe setjes te kopen? Maar dat is gewoon echt puur wat je zelf wilt natuurlijk. Ik ga eventjes kijken hoor, ik heb hier Pink Purple. Intense Black, Dark Knight, Brilliant ID. Volgens mij passen deze twee, komen deze twee weer redelijk overheen als ik er zo naar kijk. Nee, die is toch een tikkeltje donkerder. Als ik dan met deze even pak. Deze twee komen redelijk overheen. Ja, dit is de 73. Ja, je moet ze er weer eventjes netjes in doen, want dat vind ik toch wel belangrijk. Ik ga nu uit het nieuwe setje de kleur Tidy Wines pakken. En dan heb ik uit het vorige setje de Brilliant ID. Het zijn dus twee blauwtintjes, dus ook dit ga ik gewoon even proberen. Dat is dus degene uit het nieuwe setje. En dan ga ik nu eventjes die uit het eerdere setje ernaast doen. Ja, die is dan iets lichter van kleur. Dus ik zie dat het uit het nieuwe setje donkerder is. Ik zal het eventjes ietsjes draaien voor jullie. Deze komt uit het nieuw uitgebrachte setje. En deze komt uit de eerder uitgebrachte reeks. Dus je ziet wel dat deze iets donkerder is dan die. Dus daar zit dan wel dit kleurverschil in. Nou, dan hebben we dat in ieder geval even uitgetest. Nu gaan we natuurlijk eens even testen hoe het stempelen weer gaat. Ik ga eventjes wat leuke stempeltjes opzoeken. Waar heb ik zin in? Eventjes kijken. Altijd weer leuk. Ik denk dat we de teksten van Mickey en Minnie een keertje gaan proberen. Deze stempels komen bij Temu vandaan volgens mij. Van Mickey en Minnie Mouse. En die vind ik wel leuk. Nou wil ik Mickey blauw gaan doen. En dan Minnie roze. Doe ik dat goed? Ja, dat doe ik goed. Even kijken hoor, ik wil een beetje een donkerblauw kleurtje hebben. Scandinavian Blue gaan we hem maken, maar nee, wacht. We gaan voor wintercoat, want ik vind hem toch meer bruin. We gaan voor wintercoat. Ik heb hem dus op mijn blokje gelegd en ik ga hem gewoon zo in met inkt bedekken. Ik zie nu dat het paars, dat het toch paars is. Kijk, daarom vind ik het altijd fijn om van dit soort dingetjes dus ook een lijst te maken. Zodat ik weet wat voor kleur het echt is. Maar ik vind dat die kleur goed oppakt. Maar het is niet helemaal de kleur die ik had verwacht. Ik ga hem erop duwen. En die pakt hij echt onwijs goed. Kijk eens even hoe mooi die Mickey erop zit met deze inktkleur. Dat is echt fantastisch. Nou, die is goed gekeurd. Dan gaan we Minnie roze maken, want bij Minnie Mouse wordt gewoon roze. Ja, daar kunnen we heel veel van zeggen, maar dat in mijn hoofd moet Minnie gewoon roze. En ik denk dat mijn nichtje hier het gelijk mee eens zou zijn. Ja, die is ook helemaal roze fan, dus dat is misschien ook een beetje het andere uiteinde. Ik ga hem er gewoon zo opleggen. Normaal gesproken zou ik eerst hem even schoonmaken, maar dat doe ik dan even achteraf. En het lijkt me leuk om mijn favorite color te gebruiken. Deze. Zien jullie het goed? Ik hoop het wel. Die teksten die gaan al fantastisch. Dat is echt top. Je ziet ook gewoon gelijk dat die inkt veel beter opneemt. Echt gewoon super goed. Ik doe hem gelijk weer dicht zodat hij terug in het doosje kan. Kijk eens hoe goed dat opneemt. Ik vind dat echt fantastisch. Deze drukken we erop. Wauw. Fantastisch. Kijk even hoe lekker. Dit is er echt fantastisch om te bekijken. Dus dat is heel erg leuk. Nou wil ik eigenlijk ook nog even een leuke gaan inkleuren. En nou ja, deze vind ik best wel moeilijk om in te gaan kleuren. Die Mickey en Minnie Mouse. Dus ik ga toch even voor een ander. Ik heb zoveel van die kleurstems dat je soms moet kiezen. Wat wil je? Nou, hier heb ik vooral alle kerstspullen. Nou, dat gaan we nu zeer zeker niet gebruiken natuurlijk. Want ja, we zitten niet meer in de kerstsfeer. De Eiffeltoren is wel leuk om te doen. Dan gaan we sowieso de Eiffeltoren doen. Dan ga ik nog even een andere pakken. Die ik ook wel heel leuk vind. Het is allemaal een beetje spiritueel. Ach, weet je, we gaan gewoon voor zo'n spirituele. Wat maakt het uit? Ik zal eventjes een water pakken en eventjes een doekje. En dan gaan we dus eventjes kijken hoe dat werkt als ik ermee ga verven. Zo, alles gepakt wat ik wilde hebben. De Eiffeltoren. Ik zie hier ook het vrijheidsbeeld, maar die vind ik net een beetje moeilijk zat. Dus die gaan we maar eventjes niet doen. De Eiffeltoren. Vind ik echt heel leuk. Ik zou ooit nog wel een keer naar de Eiffeltoren willen eigenlijk. Ja, ik had hier net even een iets grotere voor moeten pakken, maar het past net. Het gaat er wel op. Wat ik dan doe, dan pak ik een kleurtje. En ik denk wel dat ik hem... Pak grijs? Nee, ik ga hem met zwart doen. Ik pak dus de Intense Black om de lijnen te stempelen. En dan gaan we hem inkleuren met grijs. Maar dan ga ik soms ook eerst even die andere stempel zetten. En dan ben ik wel heel benieuwd of die zwarte net zo goed pakt als die andere kleuren. Want die andere kleuren zagen er echt heel erg goed uit. Maar ik zie echt gewoon dat die afbeeldingen met deze stempels ook weer super goed pakken. Ik heb zelfs het idee dat het nog beter gaat dan met die vorige setjes. Dan stempel ik hier de Eiffeltoren. Kijk, nou hij is een beetje schuin, maar nou ja, volgens mij, ik weet niet waarom die schuin is. Misschien is die een beetje verbogen, dat zou kunnen. Dan zit die lijn er gewoon op. En ik wilde die spiritualiteit. Spiritualiteit? Ik bedoel spiritualiteit, dit zonnetje, maar spiritualiteit, dat komt, dat zeiden ze bij de B&B Vol Liefde. En sindsdien, omdat ik dat zo vaak heb gehoord, hoor ik dus nu gewoon in mezelf spiritualiteit. Maar het is dus spiritualiteit. Wat erg dit. Maar ja, ga ik het soort zonnetje gewoon doen, omdat ik dan ook leuk vind om een gele kleur te kunnen testen. Zo, die zit er goed strak op. Gruwel! Wie heeft dit ding vastgeplakt, joh? Nou, dat is niet grappig. Ik moet even heel zachtjes doen, want anders trek ik hem zo kapot. Nou, wie heeft dat ding vastgemaakt? Ja, de winkel, maar... Duurt even, maar dan heb je hem. Maar misschien is het wel leuk om deze even oranje lijnen te gaan geven, denk ik nu. Dat ik hem gewoon eventjes met oranje en dan met geel inkleur. Ik denk dat dat ook wel heel leuk is. Zo, ik zit wel lekker onder de inkt, jongens. Dat kunnen we gelijk zeggen. Dan ga ik even in het gele setje. Oh ja, die zit natuurlijk ook weer lekker vast. Zo. Open. Dan lijkt het me leuk om met de henna honey de achtergrond te gaan doen. Dan hebben we in ieder geval dat erop zitten. Want dan zit dat... Al was dit helemaal geen goed idee. Nou, dat twijfel ik me nu ook alweer aan. Dat deze dan weer helemaal niet in te kleuren is. Maar ja, we proberen het wel gewoon. Jawel, ik kan er wel een beetje met wat kleur in gaan spelen. Dat is dat. Nou, dan haal ik even mijn stempels eraf. Die mogen straks lekker een schoonmaakbeurtje hebben. En dan ga ik beginnen met een grijze tint. Wow, blijf jij even liggen. We gaan de 81 I Feel Green Today gebruiken om de Eiffeltoren in te kleuren. Nou, wat je dan doet, je gaat gewoon inkt aanbrengen op dit plaatje. En dat mag lekker veel zijn. Maar je kunt het altijd bij doen. Ik vraag me af of deze zo intens is, want er komt wel kleur van af. Maar ik vind het niet intens, maar het is de enige grijze kleur die ik heb. Nou, dan pak ik een penseeltje en in dit geval ga ik voor een vrij smal penseeltje, want ik ga die Eiffeltoren inkleuren. Die doop ik in water en dan ga ik hem activeren, waardoor ik er dus nu verf van maak. En dat is dus leuk met waterbasis. En dan kun je dus heel voorzichtig zo je Eiffeltorentje. Ik ga jullie wat inzoomen. Verven. Zo, ik hoop dat jullie het zo iets beter zien. Het is hier echt één grote bende geworden. Kijk, en dan verf je zo de Eiffeltoren grijs. Het is wel even belangrijk dat je eerst even de inkt goed laat drogen, want anders dan heb je het probleem dat je straks dat de lijntjes gaan vervagen en dat wil je natuurlijk niet. Maar zo kun je dus altijd verven. Maar dat kun je op deze manier kun je dus ook verven met de stiften op waterbasis, maar ook met inkt. Die grijs pakt beter uit dan verwacht. Want ik was er een beetje bang voor toen ik hem in deed, zeg maar. Toen ik hem op het dingetje aanbracht. Maar het gaat beter dan verwacht. Ja, ik heb nu voor grijs gekozen, omdat hij in mijn gevoel grijs is. En dan zie je eigenlijk best wel dat hij mooi wordt. Ik ben iets buiten het lijntje geschoten, maar ach, wat maakt het uit. Zo, goede kleur. Daar kan ik niks van zeggen. Perfect. Goede dekking ook. Nou, dan ga ik dat zonnetje een beetje met geel doen. Of dat spirituele dingetje. En daarvoor gaan we de kleur Sunshine gebruiken. Dus dat is een gele kleur. Ik weet niet of dit heel goed gaat uitpakken. Maar het stempelt gewoon al heel lekker. Zoals je kunt zien stempelt het heel lekker op dit dingetje. Nou, dit kwastje maak ik gewoon een beetje schoon. En dan kunnen we hem gewoon hergebruiken. En je hoeft helemaal niet zo heel veel te gebruiken, want doordat je er met je kwastje overheen gaat, wordt dit nu gewoon verf. En dan ga ik gewoon die blaadjes een beetje in verven. Ik zie wel dat hij niet overal heel goed heeft gepakt. Ik had eigenlijk mijn nieuwe toeltje moeten gebruiken. Ik heb zo laatst zo'n toeltje gekocht bij Temu, waardoor ik dit soort stempeltjes beter kan aandrukken. Ben ik vergeten. En dan maak je dat gewoon zo een beetje geel. Kunnen we nog inzoomen? Absoluut. En dit vind ik dan leuker, omdat je, als je hem zwart had gemaakt, dan was hij zo hard geworden. En nu vind ik hem gewoon wel heel erg leuk. Kijk, dan zou ik ook de binnenkant van dat rondje kunnen doen. Misschien dat ik dat wel doe. Nou ja, het is eigenlijk iets van chakra, spiritualiteit en zo, maar... Ik maak er gewoon een zon van, weet je, het is mijn feestje, wat maakt het uit? Kijk, en als je dan de binnenkant zo leuk ook geel maakt. Heb je best wel een hele leuke afbeelding zo. Dus dat werkt ook weer top. Ik heb net de stempeltjes schoongemaakt. Zoals je ziet wordt die Eiffeltoren prima weer schoon ook. En die Minnie ook. Deze heeft er wat meer moeite mee en deze ook. Dus deze ga ik even met wat sop schoonmaken. Maar dat zwart gaat er prima af en dat roze ook. Alleen dat paars en dat oranje heeft er wat moeite mee. Dus die ga ik eventjes met een sopje schoonmaken. Zodat ze in ieder geval ook weer netjes schoon zijn. Nou, ik wilde toch nog eventjes laten zien hoe het er nou op het papier uitziet. Hier heb ik dus eventjes die twee kleuren vergeleken. De eerste kleuren komen dus uit het... de nieuwe setjes en de tweede kleuren komen dus uit de eerder uitgebrachte setjes. Zoals ik straks al zei, die groene vind ik best wel wat van elkaar weg hebben. Deze is iets donkerder als die, maar bij sommige zie je best wel wat overeenkomsten. Het stempeltje gaat heel goed, zoals je kunt zien. Die Mickey en Minnie zijn echt super duidelijk. Ook die Eiffeltoren met zijn scheve poot is heel duidelijk. En nou, dat spirituele... dingetje ook wel. Ik noem het nog steeds de zon. Het inkleuren gaat ook weer super goed. Zoals je ziet hoe mooi die Eiffeltoren eigenlijk is ingeverfd. Het verrast me echt dat de kleur dan in het doosje best wel licht lijkt. Het grijs. Maar dat je hem dan met water gaat mengen. Dat hij echt mooi intens wordt. Daar ben ik echt verrast over. En dat ben ik eigenlijk met die gele ook wel. Dus ik vind het resultaat echt super mooi. Ik heb zelfs het idee dat de inkt nog weer verbeterd is in vergelijking met de vorige setjes. Want ik heb echt het idee dat de kleuren veel intenser zijn. Dat zie ik ook vooral met het stempelen van die teksten. Hoe duidelijk die erop komen. Dus ik heb echt wel het idee dat ze intenser zijn geworden. Dus ik ben er wel heel erg blij mee. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Dat je nu ook een idee hebt dat er dus echt wel wat kleuren bij zitten. Die misschien op elkaar lijken. Maar er zitten ook zeker heel veel nieuwe kleuren bij. Dus het zijn echt wel hele nieuwe kleuren. Die je niet kunt vergelijken met de kleurtjes die erin zitten. Ik heb er zelf van deze nieuwe setjes nog geen plaat bij gemaakt met de kleuren. En daarbij zou ik het nog beter kunnen vergelijken. Maar daar kan ik altijd nog een keer een update over geven in de vlog. Mocht je dat interessant vinden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Dat je een idee hebt of het de moeite waard is om voor deze nieuwe setjes, de nieuwe kleurtjes naar de winkel te rennen. Misschien heb je ze al wel gekocht of zou je ze nog willen kopen. Ik ben er eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Of dat je toch het gevoel hebt, ik vind het meer te veel hetzelfde als de vorige setjes. Dat kan natuurlijk ook. Ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik wil je in ieder geval voor nu heel erg bedanken om te kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video te mogen zien. Doei!